Aan de keukentafel bij Boe de Boer, 30 jaar KNKB-trainer. En daar heeft een IRS hoor. En dat is een mooi moment om eens even rond te zien, of net Boe? Ja, ik heb voor het eerst in mijn, nou ja, dat viel wel hartstikke in mijn leven, een jaar geen kindstraining doen. Ja. Alleen een jaar twee keer in het dorp. Ja. Voor de merken, dan jou ook altijd kindstraining voor mensen die het nog nooit kist hebben, maar wel maar een merken van mij. Maar normaal wie ik altijd 2 uur in de week, en vroeger wel 4 uur in de week, en ik wil maar eens betiet, maar het kindstraining bezig. Dus dat is best wel even een naaie gewaarwording. Ja, dat is correct als een radio-dj die even stopt en die zei van ik wil even in de ochtendshow gaan. Ja, maar die zei dat hij er helemaal mee op had, dat zie ik ja, nog net. Nee. Maar ik heb er nou net wel een uitdacht om weer te beginnen. Ik heb ook net telefoontjes aan of zo, dus dat zou ik best wel eens dat het nooit 30 jaar dat ja, dat voorbij is. Zo best kunnen. Eerst bij de KNKB, bondstrainer, toen de bondstrainingen er weer. Hoe ging dat? Dat begon eigenlijk bij de club in Jessen. We zijn nu in Akrum, ik ben in Akrum. Hier is een kidsclub. En in Jessen ben ik een kidsclub, daar heb ik eerst 3 jaar wennen. Daar ben we begonnen te gaan, sinds maar met rijden. Ja. En, nou ja, dan was hij eens hem integreren. Dus dan ging hij bij de kidsclub. Ja. En al gauw hier in de gaten, deze jongen die is naai. Dus die vroeg wie van het bestuur. En toen kwam ik als begeleider van het jeugdcompetitiekeertsen. Okay. Dat was mijn eerste taak. En ik ben geboren in Itens. Daar wie ik altijd al met keertsen verboen. Itens is een leuk dorpje. Ja. Twaalegen de Squan, Leeds. Ja. En ik zie het in de klas met 4 famkes. Dus er waren eigenlijk net zo volle kids bij mij op school. En toen kwam een fokker bij mij in de klas en die kwam uit Pons. Dus de hele familie Seinstra, fokker, Seinstra, wie dat, die kwam in Itens te wennen. En toen, fokker die kids. Dus vanaf dat moment wie ik elke oerke tussen de middag wie een fokker en ik ontkeerd zijn. Tjenni Fam, daar werd je bij in de klas? Nee. Nee? Gewoon Tjenni Koor en die famkes die... Die diende net een mooi. En ze kwam bij Tegera in Itens, nou ja, altijd ontkeerd, zeg maar. Daar ben je natuurlijk ook een kidsvereniging. Mijn hart zit ik in bestuur. En, nou ja, zo ben ik met kids in oorraad gekomen. Maar zelfs in zo'n Lietse dorpje als Itens, jijde ik net bij de beste traaien. Nee, dus dat was best wel best wel knap eigenlijk. Ja. Dus ik heb nooit een bevreugde kist. Ik heb ook nooit een KNKB-wedstrijd kist. Ik heb wel een soort kist in die leeftijd. Maar ik sloeg me de verkeerde voet voor op. En we gingen geen training. Nou ja, en toen kwam ik uiteindelijk dus in... Dan is het prototype van een goede kisttrainer. Wat leren kon we dus. Zo is het. Ja. En zo pakte het ik uit. Ja. Dus toen kwam ik in Jessen en bij de kistclub. En ik hier als taak zorg je dat de jeugd leuk competitiekisten heeft. Ja. En toen dacht ik, waarom oefenen die lui eigenlijk net? En dus toen zag ik zien die jonkjes en famkes van, kom nou een 20 minuten verder, dan geven we eerst even een oefening. Ja. En ze doen dat. En toen dacht het bestuur Bliksem, dat is wel interessant, die bouwen die kind wel op kindstrainerscursus. Dus de voorzitter die zei tegen mij, wij betalen de kindstrainerscursus als je op cursus geest bij de KNKB. Nou, dat liep mij op zich wel iets, dus dat heb ik die in. En toen kwam ik bij Jan en Dirk. Ja. En nou, dat heeft mijn leven eigenlijk best wel verloren. Ik vond het superleuk. Dat ik een hele leuke groep met trainers. En zo leerde ik zelf eigenlijk ik keertsen. En toen kwam ik erachter dat... Dat is die voet verkeerd hier. Dat ik mijn voet verkeerd hier. En dat ik dat oud leren moest. Ja. En hoe moeilijk had het weer om dat oud te leren. Ja. Nou, dat het automatisme wat erin zit. Ja. Dus toen kwam ik er al gauw achter dat iets oud leren... Net zo makkelijk weer, dat je er een soort tiertje steken moet. En dat had achteraf een gouden leswest van mijn trainerschap. Dus toen kwam ik een heel seizoen, dat was best wel een hele lange riege, 20 keer volgens mij. Ik ging een jongen in de week naar het kisttrainen daar. En Jan en Dirk is een fantastisch koppel. Volgens mij doen ze het nou. Dus ik doe het langer dan 30 jaar in ieder geval. Misschien wel 24 jaar. Ja. En toen kwam ik dus in toen moesten we al core training gaan. En ik weer in die tijd, kist je misschien hartstikke aan het voorstellen, maar best wel een verlegen mansje. Ja. Toen wie ik misschien, 23 denk ik ongeveer. En ik vond het steeds leuker. Want er moest dus elke week van de groep staan en dan moest ik stage rennen. En ik roemde toen stage in Jesteran in de sporthal. En daar wie een, bijvoorbeeld Sjoerd Boons, dat kan ik me nog herinneren, die zit er in die groep en al van die leeftijd ongeveer. En daar wie een PS-spielers, die kon van je meter keertje eigenlijk.
En ik hier maar net in de gaten wat er mis wie. Nee. En nou ja, dan praat ik dan met Jan en Dirk hoor en dan video's. En dan dacht ik, oh ja, zo zit dat. Ja. Ja. En dan krijg je steeds meer betoefdheid in het schen van wat is je fout eigenlijk. Ja. En dan vervolgens een programmamaatje van hoe is dat nou verorie. En nou ja, al gauw wie ik hier in Akkrum. Toen ben we verhuizen naar Akkrum daar uiteindelijk. Toen ben ik nog een skofke trainer bleun in Jezen. Maar toen kwam al gauw kwam het bestuur hier van Boek is hier in Akkrum. Ik trainer worden, dan heb ik de jeugd oppakt. Toen heb ik de federatie oppakt. En ik kreeg bij de KNKB in mijn stage, of in het eerste jaar dat ik bondstrainer was, is maar, door de A-cursus. Ja. En toen kreeg ik een groep van jongens van 14 jaar. Dat waren de jonge talenten, is maar. Die zitten in de B-categorie. Auke van de Graaf zit er bijvoorbeeld bij. Die leeftijd. Ja. En nou, dat weer net zo best. Nee. Want die jongens, die koek ik eigenlijk net om. En die zeuren verschrikkelijk. En dan weer het 4 minuten van tevoren. Trainer, hoe laat is het? Ja. Dus ik dacht, ik ben hier totaal ongeschikt voor eigenlijk. En toen hier ik eigenlijk al besloten. Ik stop hier maar. Dit is net voor mij. Omdat ze veel chin gas ik vond het gewoon niet leuk. En ik vond die groep net, het klikte gewoon net echt. En ik dacht, nou, dan stop ik er maar. Ja. Want het is blijkbaar mijn vak. Wie is er in die jaren, als het just naar die talenten, hè? Jasper Boomsma, Auke van den Graaf, Teke Triemstra, Cornelis Terpstra, Martin Veenstra. Ja, maar die zit in de A-groep en ik hier de B-groep. Dus die jongens, Teken heb ik nooit training gehad, bijvoorbeeld. Dat is een van de weinigen van die leeftijd trouwens. En, maar goed, ik werd toen nog te verlegen, denk ik. En ik lutste het mijzelf gewoon dat het om mij looi. Ja, ik kwam net op het idee dat het misschien ik wel eens van beide kanten was. Nee. En ik hier al besluiten, ik stop je er maar. Ja. En toen kreeg ik een telefoontje van Siebe Groothof. En Siebe die vroeg mij, Boek is door mij naar het keertskamp in Appelskeer. En het was het eerste keertskamp wat er op dat moment plakvoen had. Net voor de selectie, maar voor de alle KNKB-spelers. Eigenlijk het recreatieweek. Nou, toen omdat Siebe het vroeg, want ik hier best wel een soort respect voor Siebe, dacht ik, oké. Ja. Ik had er geen zin in, maar ik doe het toch. En ik zie hoe het komt. Ik zie hoe het komt. En er weer een 10 trainers mooi en 120 ban of zo, weet ik wat, in die kampeerboerderij in Appelskeer. En dat waren plotseling het leukste vier dagen van mijn leven. Ja. Ik vond het geweldig. En die groep die ik hier had, weer in de Famkes. En nou, dat weer in een groot feest. Together maar Klaas van de Vlucht, hier ik toen die groep. Ja. En toen dacht ik, dit is het mooiste vak wat er is. Dus dat heb me er terug in gesleept om... Verschil tussen jongens en Famkes daar? Nee, dat wie het net zozeer. Maar wel het, de keertsport en de keertsfamilie en het onderling maar de trainers. En wij kregen daar die famkes op een geweldige manier onder praat. En die voelden het geweldig. We kregen een grote rapport van positief en dat vrienden voor het leven eigenlijk. Nou, toen ben ik uiteindelijk achteruit gewoon 10 keer maar was mijn keertskamp. Altijd maar Siebe en Joke en de hele rattenplan eromheen. Een prachtige ploeg. En... nou, toen ben ik trainer geworden bij de KNKB, toch, uiteindelijk bij de pupillen. En ik hier altijd de A-groep en de B-groep. Ik denk dat ik dat wel 12 dingen heb. Die jongens, die ken ik nou al hier nog wel. Als ik, naar de alles wat dus om talenten opkomt en ik wat, wat stopt, om wat voor redenen. Nou ja, die jongens, die kist nou eigenlijk nog. Want dat krijgt een hele intense boon, want je bent 10 keer in de seal en 10 keer in de boeten. En dat is, fantastisch natuurlijk. En aan het einde van het seizoen dan weer ik altijd een nabespreking met de ouders erbij. Ja. En dat, ik vond het altijd geweldig. Ja. Dus ik denk, hier hoor ik nooit weer mee op. Nee, totdat de KNKB zei van, er komt een keertskwal en we gaan stappen. Nee, er zit nog een fase tussen. Ja. Want Jan die belde mij dan aan het einde van het seizoen altijd op. En dan hier weer een trainingsvergadering. En Jan die zeg ik hoe ik in de keertskampen maar de famkes ploegen. En dat klikte ik fantastisch eigenlijk. Dus ik die in de... In het normale seizoen die ik de pupillen jongens, A en B. En op het keertskamp altijd die famkes. En toen zei Jan, we moeten een nieuwe trainer hebben bij de famkes. Dus dat is voor wat verdij. Yeah. En toen dacht ik, nee, dat ging niet wel. Want ik vind het wel hartstikke leuk. Maar ik vind die pupillen nog krek iets leuker. Dat wil ik nooit weer wel eigenlijk. En toen, het jaar erop, belde Jan de Groot nog een keer. Van, ik wil zo die famkes door. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, nee, dat ging het wel. Ik bleef bij die pupillen. Het hier erop zou hij het nog een keer. Ik denk, nou is het toch wel een keer die dat ik dat serieus probeer. Want dat hij denkt dat dat een goede zaak is, dan heeft hij daar blijkbaar alle reden voor. Dus ik had zijn jas gewoon, ik doe het 1 jaar
En dan besjug ik wat ik wil daarnaar. Daarnaar ben ik altijd bij de vrouwelijke bleur eigenlijk. Dat vond ik weer prachtig. Ja? En toen ben ik bij de hoofdklas dames en de eerste klas dames terug te komen. En toen ben ik altijd bij de vrouwelijke bleur Dus zo is het al van, dus die fase zit er natuurlijk. Dat is naar de famtagongst en naar de vrouwelijke categorie tagongst. Ja. Daarna komt er wel een moment dat de KNKB zoiets van, wij zullen die keertskwalen opkomen. Ja. Van, wat is er nog voor u zijn toegevoegde waarde? Heeft dat zelf ik zien van dat zou spelen? Mooi die keertskwalen, dat er de twijfel ik kwam. Van, maar wij hier mooi deze selectietrainingen trok in? Ja, dat zeg ik uiteraard ik wel, want dat houdt al een beetje op. Ja, het waren al een beetje concurrerend, dus de groepen die waren al een beetje lietser. En de voelen wat keertjes ze tussen wal en skip eigenlijk. Ja. En ik ben nog best wel lang teruggegaan met de KNKB-trainingen. Dan ben ik weer meer een samenraapsel van die boeten. Ik heb nog 2 of 3 met Janus Brandsma heb ik die vrouwen hier te Gerre traind als dubbele trainers. Ja. Ik prachtig om dat met Johannes te doen. En op een gegeven moment, toen waar ik vreeg, toen houdt dat echt op bij de KNKB. Ja. En toen waar ik van verschillende kanten bellen of ik trainer wilde voor bij verschillende ploegen. Uiteindelijk heb ik een keuze maken om bij Puur Passie te trainen. Heeft Fjouwerie Dien. En dat vind je weer een hele orde ervaring. Ja. Want dan komt ze bij een ploeg en dan komt ze bij Lietzer. Een volle Lietzer. Ja, ja. Dus dan heeft 2 partoeren man en 2 partoeren vrouw. En mijn dochter, Jeske, die we eigenlijk al ophouden verkeerd, ze is best wel een beetje een talent. Maar die, krek de tusken, dus die is een hier ophouden. En toen heb ik zijn haar zo'n kist wel eens even, ze noemen nou mooi. Want er is wel eens hier net, en jammer is mooi. En die had het toen ik weer helemaal te pakken kreeg. Ja. En die had weer een partour kregen. En die kwam steeds meer in de hoofdklas horen. Dus het was wel een stimulans dat zij erbij kwam. Daardoor was het voor mij nog wat makkelijker om bij zijn ploeg te blijven. Dus maar... En dat heb ik Fjouwer hier dingen. En toen dan merk ik wel dat iets krijg ietsje minder mijn ding is dan elke hier een naaie ploeg. Ja. Want dan heeft Trije hier, dat ben een fantastische vrouw, maar nou Trije hier dan. Ja, maar ze eigenlijk een andere trainer hebben. Zeggen ze dat ik mooi voetbaltrainer, maar alle trainers zijn dat niet of draaien, dat dan wel uitwerken is van beide kanten. Ik denk wel dat zij dat vinden en dat vind ik zelf ook wel een beetje. En dan ga je op zich wel terug, maar het is eigenlijk beter dat het verordert. Wat op routine ging. Ja, en toen kwam Daniel Iziger, die hoort op de keertsen. En die woer eigenlijk wel terug in het trainersvak. En dat was best wel even een handig moment om het ergens te hebben. Ja. En toen hebben we ervoor gekozen dat ik de stopje zoek bij die vrouw van Puur Passie. En dat Daniel dat overgenomen heeft. Ja, ja. En toen heb ik in het bestuur zitten van Puur Passie. En toen, dat heb ik oorlogen ongeveer. Maar dan merk ik wel dat ik eigenlijk meer trainer ben. Dan stel ik het te 4 en dan mis ik... Of dan maast er al 4 als trainer. Ja, dan kist je er net mooi bemoeien. Dat ik wel een beetje. En... Maar hoe wie je dat dan thuis? Nou, zo is het wel namens Jeske mooi. We zitten aan de keukentafel. Daar is ook keertje aan praten. Daar is u en treur ook keertje aan praten hier. Elke dag. Ja, dat keertje dat we... En mijn vrouw Marije, die zit hier op competitiekeers. En die heeft haar hele leven lang voor keers. Mijn zoon, die heeft een keer een verschrikkelijke blunder maken. Die we bepaald ik net ongetalenteerd... En toen heb ik hem een keer meenomen naar een testdag. Want er waren vroeger testdagen van de jeugd. En er kwamen er 120 van die band. Geweldige dagen waren dat altijd. Dat organiseerde Jan de Groot altijd. Maar een team. En toen kwam ik daar met Jeljer. Die was toen, ik denk 11 of zo. En die kwam daar. En die was dan de zoon van de trainer. En iedereen die kent mij. Want ik deed dat ik al 15 of 20 hier misschien. En die hier zo'n iets van bliksem. Als ik dit net heli, dan is het, dat is net een dan wil je het niet hebben praten. Nou ja, maar dat vielde hij al zo druk. Ja. Dat die Jelwaai Marites daar, ik maar ophouden is. Samp in de buurt. Ja? En hij had eigenlijk nooit verkeerd. Nee. Dus dat we echt een... Achteraf had ik ergens speech van hij in de keers weer. Is het wel dat? Dat ik toch van, ik neem hem mooi en dat we... Dat zei je wel vaker. Je heel druk voor oren bezig was en dan zit je eigen er dus bij. Nou ja, dat ik hier die keuze nooit... Dat hier zien keuze was, ja, man. Ja. En zeker net mijn keuze in ieder geval.
Terwijl Jeske, die, dat weer een beetje oorsom. Die vond het prachtig juist om nou ja, te zien te letten dat ze goed keert scoren. Ja. Dus ik kan zien hoe verschillend dat ben ik in ja, moet steken. Want dan zei ze, wil je hier alle dagen hoe keert ze praten? Nou ja, zei... In detail was toch zoiets van bepaalde dingen, maar Jeske, wat er in het veld gebeurt? Nou, partijen nooit praten, dat doen we net al te volgen. Dat vind ik zelf ook net super interessant, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben meer een trainer die houdt zich bezig met techniek. Vind ik volle interessanter eigenlijk. En dat het Jeske het dat ik heel erg. Jeske die kan elke keer ze nooit wel. Dus ja, ik dacht vroeger al, die geeft iets wel in de beweging. Ja. Want die heeft een ier of tot talent. Als ze iets voordoet, doet ze het gelijk nooit. En ze shirt bij iedereen, die doet dat en dat verkeerd. Ja. En dat klopt ik altijd. Ja. Uiteindelijk is ik in de bewegingstherapie teruggekomen. Dat is haar werk nou ik. Ja. Dus dat zegt ze toen eigenlijk al. Ik hield het nou net vaak mooi maken. Dat iedereen wil zo qua beweging net het grootste talent wist. Nou ja, ik ben in beweging wel een groot talent, maar dan in hutdraven, zeg ik. Maar net maar een bal. Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik terug de keertstrainen heb ik eigenlijk pas keertsen leren. Ja. En dat is, maar horten is stoten gong. Maar dat is achteraf super waardevol geweest, vind ik zelf de meeste, dat ik een toch wel net zo'n goede keertsen weer. Ja, dat... En daarnaar heb ik hier in, want ik heb nog nooit in mijn leven een KNKB-wedstrijd keerts. Dat is nog net? Nog nooit. Nou, nee. Keert dat een keer maar niet 50 plus? Keert, nou ja, dat zou ik kennen, maar ik ben nu geopereerd door een hernia, dus ik heb best wel mijn voeten toch ik net meer 100% wat ik graag wilde. Dus... Nee, maar dat met de meeste zat, denk ik. Oké, dat zou ik kennen. In die categorie. Maar ik ken nou bet, ik hoorde toen ik 30 weer volle better keertsen dan toen ik 15 weer bij je spreken, ja. Volle better. Ja. En dat is wel interessant om dat mooi maken te hebben. Een mooie Akram op een 50-plus NK. Is dat net een doel verdedigen? Nou ja, ik ben nog nooit vregen. Dus, nee. Dat, en ik ben al zo'n hier over de 50. Dus het zou het al genoeg. Ja. Dat, mooie binnenmarcheren en Freddy Bijmussen en dat soort lui. Dan kom je hier ik net gauw onder de bak. Dus, nou, nee. Dus ik ben weer in een kans. Dus dat is in die categorie 50-plus hetzelfde als dat het in de jeugd is. Wat ze dan wel zeggen. Ja. Akram is te groot, dus ik hier ergens in heel iets dwarp terug te komen met. Ja. Met 53 plussers weer binnen of zo. Nou, er is ook een eenlingenbeleid bij de... ik zit er ook net mooi, want ik doe altijd mooi met een merk, met een merk hier. En hij heeft hele zomer en competitiekeertsen soms is, maar ik vind training Jan volle leuker dan zelf keertsen. Dus verbetering het, van. Ja, orenverbetering. Ja. En eigenlijk is het leuke van dit hele trainerschap... Dat heb mijn hele leven eigenlijk wel verhoren. Wat ik geleerd heb van Jan en Dirk... is gewoon oren vertellen... op een manier dat ze het leuk vinden... om beter te worden. En dat is in mijn werk... dat eigenlijk ik mijn sterke punt worden, zeg maar. Ja. Dat komt door het keertsen. Combinatie van... Dat, ja. Omdat dat in het keertsen... Nou ja, ik doorde nooit zo volle eigenlijk. Nee. En in het keertsen wist er, als de kiest van het keertsen... En wist, ik was steeds vregen, dus ik koos er zelf niet eens voor. Nee. Dus ik was vregen, was de federatie keert. Ik was vregen, was de... Ja, maar dan kun je nou ja of nee zeggen. En dan zei ik ja, omdat ik denk, nou ja, dan, als zij denken dat ik dat ken, dan doe ik dat. Ja. En dat heeft mij een soort zelfvertrouwen, jongen. Ja. En daardoor door ik nou eigenlijk alles. Ja. En dat komt 100% zeker door het keertsen. Ja, hè? Ja. Dat is wel bijzonder, hoor. Nee. Ja, vind ik zelf ook wel. Daarom vind ik het ook leuk dat Ad Ben van stage bijvoorbeeld training Jan geeft. Of het nou volleybal is, of het is basketbal, of het is keertsen, of het maakt het net uit eigenlijk. Dat kun je op die leeftijd enorm een positieve push maken. Ja. Dus die sportwereld is een interessante wereld om een functie in te hebben. Daar ben ik nou wel achter. Omdat in je carrière... Dat kun je in je carrière enorm helpen. Ja. In die werk best wel heel zo'n soort ding binnen. Maar het woordzaamheid, hoe het woordzaam is het keertsen? Nou, dat is een, dat denk ik net heel vaak hoe norm, moet ik eerlijk zeggen. Maar nadat we dit gesprek ik wens zou hebben, realiseer ik mij dat ik vroeger eigenlijk nooit verder kon ben dan federatie. Ja. En als dat zo is... dan ben je eigenlijk een soort van middenkeertser, zeg maar. Ja. Want er bist een federatiekeertser. En dat is, vind ik, nog steeds wel een beetje opmerkelijk. Het plan ben nou, van 2020, dat ze naar een A-klasse, B-klasse, C-klasse, D-klasse, die hele term federatiekeertser, dat die, en die wedstrijdagendas, dat die ik integreerd worden. Nou, dat lijkt het mij een goede zaak, want als je federatie, dus juist in oren sporten, als het bij de KNKB is, bijvoorbeeld in voetbal, dan zit het in categorieën. Ja. En net in een soort...
Federatieniveau. En dus ik vind het interessant dat die gedachte ontsteert, want ik denk dat dat een terechte gedachte is. Dan keer ze gewoon bij de KNKB. Ja. Voor mij is het funest geweest, want ik ben een federatiekeertje bleun. Dat is hartstikke zeer. Maar ooit zie ik gewoon een KNKB-keertje geweest. En dan hier is het op C-niveau geweest, maar en? Dat vreeg het nooit hier. Nee, dat vreeg het ook niet. Oh, hier is het op KNKB-keertje. Dus ik hier... ik denk dat het wel een goede stap is. Het is moeilijk om dat oud te leren, denk ik. Want het is natuurlijk in de orde 100 jaar zilt was zo west, gok ik. En dan krijg je toch iets meer marmekoor. Ja. Waar je bij een keertjes bij de KNKB. Ja. Maar wat ik ook met woordzaam hiet met keertjes. De shirt dat het moeilijk is in een keertjerij. Er zijn natuurlijk een heel soort mensen die er heel erg nauw bij belutsen binnen. En heel actief binnen. Maar dus juist ik dat er Lietse verenigingen die hebben het moeilijk. En grote verenigingen hebben het moeilijk. Hoe is je steeds je nou? Dat heeft hetzelfde jongen van afstand. En dan heeft nog hier gewoon dat het rustig weer. Nou ja, het is handig om dat wel eens het in het te houden. Maar een groepje die er echt kijk op heeft, zeg maar. Ik denk dat dit altijd hebben in alle sporten. Dat het soms eens even wat lastiger gaat en soms weer beter gaat. En dan moet je eens even goed nadenken van... hoe kunnen we dat keertje nou weer bij de jeugd waai bijvoorbeeld opbouwen? Ja. En ja, dan moet je daar tijd in investeren om die jeugd weer te pakken te krijgen. Ik merk dat er in een aantal dorpen dingen op touw zetten worden die het enorm omslaan. En dat je dat eens een keer bij elkaar gaat van hoe kan het nou eigenlijk? Ik neem een voorbeeld hier in Akrum. Hier hebben wij een vrij normale... keertsclub. Ja. Je bent wel niet best wel een soort leden. Ja, maar je hebt het nou net heel makkelijk. Nee. Maar wat wij bijvoorbeeld dingen hebben, dat is een idee van het bestuur West, is dat we hier de merken. En dan je zo altijd op snijden. En dan is er hier in Akrum helemaal niks te doen. Behalve de merkenpartij. Ja. En dat is interessant, want dan willen eigenlijk een heel soort mensen, die willen daar wel een maat van, want er is verder niks te doen. En er is een soort mensen veel, maar wat er precies gebeurt, dat weten we net. Want in Akron ben je een soort mensen, die weten niet voor het woord keertje en besteedje, zeg maar. En het bestuur 20 jaar lang betocht van, bouwen voor Stodan 5 juni van tevoren, voor de merken, 4 weken ervoor, alle mensen training Jan, zodat ze maar dan kunnen ondermerken. Ja, 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 dat ja, ze snappen wat het ook gaat. En dan maken ze er een aparte klasse van, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat heeft een enorm soort leden opsmieten. Ja, he? Het is eigenlijk heel simpel. En, maar is het dan niet moeilijk, als dat juist van de generale van de Vrouwli-PC, die het Akrum inlevering maken, dan is het echt intern riochten? Dat het naar je eigen leden, dat bol om te vuren is? Nou ja, dat is dan weer echt een bestuursactiviteit, zeg maar. Werd de Akrum zelf net in zijn hele volle bij belutsen is. Nee. En soms ben je er even een tijd, dan zit er te volle mensen in het bestuur die het heel druk hebben. Ja. En dan maak je soms keuzes, maatje. Ja. En dan vallen dit soort dingen fut. En dan hebben we het al zien in die in. En er is er een in het bestuur overleden die het eigenlijk de drager van hier bijvoorbeeld. Ja. En dan krijg je van dit soort factoren. Ja. En dan word ik net altijd... op waarde schatten, denk ik, hoe waardevol dat eigenlijk is. Nee, en dat is ingewikkeld om dat op waarde in te schatten. En dan vallen er een paar mensen die de drager binnen van zo'n, al net dat hier al 15 jaar west volgens mij, de generale van de PC. En dan wordt er vrij makkelijk besluiten van lid we er maar mee op horen. Ja. En dat is een combinatie van de tijd waarin dat spielert. Ja. Nou ja. En op zich hoeft dat ik net erg te wijzen, maar dat kan ik wel een signaal wijzen dat je wel eens even goed nadenken moet. Ja. Ik in Akrum van, jongens, hoe moeten we eens even precies maar een clubje meisje om tafel gaan? Om de boel weer om te sturen. Om op nieuwe ideeën te komen. Ja. Ik had hier vroeger een heel soort training doen op de basisschool bijvoorbeeld. Ja. Nou, als dat doorst, dan zie je dat enorm soort effect heeft. Ja. Dan komen er plotseling samen 20 bijen op school, op het keertsen. Ja. Als je denkt van, die bijen die komen wel op keertsen, dan heeft het mis. Dus het is in de publiciteit brengen van hoe belangrijk is keertsen eigenlijk al net. Bij moet ik het idee hebben van, als ik op keertsen zit, dan... nou, dat is een stoere sport, zeg maar. Want ik zit op keertsen. Voetbal is normaal. Alle jongens en famkes willen een groot deel wol sowieso op voetbal. Want dat is elke jongen op televisie, dus een populaire sport. Dus het is ik een beetje zaak van hoe kunnen wij dit soort filmpjes maken, draagt er ik om bij. Ja. Daarmee wordt het bekender. Ja. En dit verhaal wordt jij en dan denk je van, goh, dan kom ik weer op een idee en dan zeg ik weer dit.
En dan komt bij meerdere verenigingen worden de ideeën deeld. Dit is een goede manier om dat te delen, denk ik. Ik ben zelf ook wel in. Ik mag heel graag maar denken om naar ideeën handen en voeten te gaan. Dat is mijn werk eigenlijk, ik worden. En ik ben ik wel in mijn werk in staat om hele soort mensen achter bepaalde ideeën te krijgen. Ja. Nou, ik, mijn hart zit ik wel bij de KNKB, dus ik zoek in de toekomst voor best wel eens een keer een rol spelen worden van binnen naar ideeën, dan wil ik gewoon uitdenken van hoe kunnen we dat dan samen brengen dat die verenigingen er al hier enthousiast toe worden. Ja. Nou, laten we dit maar jou afsluiten. Heb je iemand die in zo'n soort brainstormgroep kan over de toekomst van Keertsen te praten? Praten we dat houden. Bouwer de Boer, bedankt. Graag gedaan.